Hallo, wij zijn geen Alberto Stegeman. Wij komen gewoon terug van onze repetitie. We zijn echt super blij dat wij al over de helft zijn met onze crowdfunding. Dus hartstikke bedankt daarvoor. Ja, dank jullie wel. En daarom dachten wij, het is wel tijd voor een korte update. Wij zijn namelijk druk bezig met het schrijven nu van het album. We hebben eigenlijk in de basis al de nummers af. Maar we zijn het nu aan het uitwerken in de repetitie. En wat gaan we dan verder allemaal doen? Wat staat er allemaal op ons te wachten? Ik vraag het even aan jullie. Ik dacht van misschien zeggen jullie nu iets. Maar het overvalt jullie natuurlijk ja, een beetje. Ja, ik dacht ten eerste goed nieuws dat jij gewoon een griepje hebt, blijkt. Oh ja, ja. En ja. Dat je geen corona hebt. Precies. Dus, yay! Anders zat je nog langer in quarantaine. Ja. Dus nu kunnen we verder. We moeten met de nummers de puntjes op de i zetten. We zijn bezig om pre-recordings te maken. Wat zijn dat? Wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk een soort oefenopnames, oefenmixes. Eigenlijk gewoon recordings, alleen dan pre. Ja, en daarmee kunnen we de nummers goed doorspelen thuis. Dus goed stampen. Zodat we dat helemaal uit ons hoofd kennen bij de echte opnames. En we kunnen ook alvast kijken van, hey, is dit nummer echt af? Of moeten er nog ergens versieringtjes of tweede stemmetjes? Ja. Of is het juist te druk en moeten er dingen uit? Ja, ja, want in de repetitie is het altijd één grote waas van geluid. En op zo'n pre-recording kun je even alle partijen los beluisteren. Ja, yes. En verder zijn we aan het brainstormen wat we willen met het artwork voor het album en dat soort dingen. Yes. Of we een videoclip willen. Ja, dat willen we wel natuurlijk, maar wat en hoe en wat allemaal kan. Ja, we hebben al mooie plannetjes. Yes. Maar dat is nog geheim. En natuurlijk wat we met Sjoerd gaan doen. En wat we met Sjoerd gaan precies. Daar zijn we ook nog niet over uit. Nee. De meningen zijn een beetje verdeeld. Ja, ik ben nog steeds voor het gebruiken. Als een koe. En de release party. Ja. Daar gaan we ook mee bezig. Ja. Shoots release party of die van ons? Beide toch? Twee parties. Ja, ja twee parties in één. Binnenkort in Pieterburen. De release van Sjoerd. Nou ja. Gesponsord door Greenpeace. Ja, nou goed. En dan komt er nog een party met jullie. Waar we met z'n allen gewoon gaan vieren dat er een album is. Yes. Maar we zijn er nog niet. Nee. Het is wel spannend. Mm-hmm. We zitten nu op 60% ongeveer. Ja, er moet nog 40% bij ongeveer. We weten niet. Nou, als het via een filmpje. Dit is wel moeilijk, want straks. We zitten ook echt in een vet loesje steegje hier. We worden sowieso in elkaar genept. Gelukkig zijn we piraten, dus we kunnen er hopelijk een beetje aan. Nou, de klakson doet het nog. Ik ben blij dat we geen toeter hebben op de boot. Want Femke die zou echt gewoon... De vijand zou alles van 30 kilometer al aankomen. Wat waren we aan het zeggen? Jongens, het album komt eraan. Hoeveel procent? Ja. We zijn er nog niet. Sla allemaal even de spaarvarkentjes voor je kinderen kapot. Inderdaad. En al het geld van je oma. Ken jij nog plunderfans die nog niet gedoneerd hebben? Trek ze aan hun oor. Ja. Zet een mes op hun keel en zeg dat ze geld moeten geven. Ja, bel je oude buurvrouw op en zeg dat je van een energiemaatschappij bent. Heb je nog een rijke oom of zo? Leg hem om. Ga er langs. Pak ze erfenis. Ja, dat soort dingetjes. Ja. Ja. Nou goed, dat was onze update. Nou, toedels!